Nou, mensen, We hebben nog... we hebben nog even de take-off gedaan. Fancy. Fancy. Ja, Fancy. We hebben een take-off gedaan. Goedemorgen, mensen. Het is 6:30. En dat voor de zaterdagochtend. Het is niet te geloven. Het is vandaag een dag dat wij naar Bremen gaan. Raymond die wilde dat graag. Misschien komen we er later in de video wel achter waarom. Anders kijk de review, daar kom je sowieso achter. Nou goed, en ja, die vroeg mij onder andere om mee te gaan. En nou ja, het leek mij wel een leuk idee. Dus er is een hotelletje geboekt. Met uitzicht op de kermis als het goed is. Dus we gaan allemaal zo meteen doen. En ik ga zo meteen onderweg naar Bremen. Want het is 5 uur rijden. We gaan eerst naar Raymond toe. En dan rijden we door naar nog iemand die nog instapt bij ons. En dan gaan we door naar Bremen. Ik ga hopelijk zoveel mogelijk laten zien. Alles wat buitenom de normale video's gebeurt. Er wordt een review opgenomen. Er wordt 2 kermis eettest opgenomen. En dat is het wel zo'n beetje. Dan gaan we vanavond nog een podcast opnemen. Nou goed, alles wat daar rondheen gebeurt, dat ga ik je proberen te laten zien. Niet alles. Er zijn wel een aantal dingetjes natuurlijk strikt geheim. Maar ja, hopelijk wel zoveel mogelijk. En hopelijk ook wat meer als in Luxemburg. Want daar was het een beetje mislopen. Goed, ja, het is natuurlijk onwijs vroeg. Waar begin je dan het beste mee? Koffie. Een heerlijk bakje koffie. Nou mensen, ik ben lekker aan het sturen. En we zijn onderweg. We zitten nu al voorbij Apeldoorn. Dus dat is al een eindje weg. We hebben net... ik ben begonnen in de buurt van Brabant. Nee, in Brabant. Niet in de buurt van Brabant. Zijn we gestopt bij onze Raymond mensen. Ja, ja, je kent hem al. Kijk, daar zit hij. Ja. Leven te lijven mensen. Ja, hij gaat natuurlijk mee. En mensen, daarna zijn we doorgereden naar Hoevelaken. Je zou denken, Hoevelaken, heb je iemand opgepikt? Nee. Even bij auto allemaal eens te kijken. Ja, want Jarno zou er naartoe komen. Maar ja, die is zo dom geweest om de afslag te missen. Ja, dat ging niet helemaal goed. Nee. Dus hebben we de volgende afslag gepakt. Ja, nee, ik zei neem het tankstation. Oh, ja. Ja, nee, was heel nee. Langs gereden. Ja, nee. Jij zei neem het tankstation en toen zei ik van we nemen wel de volgende afslag bij de Mac. Bij Barneveld. Oh ja. Ja? Barneveld. Dat zei ik. En ja. Dat hadden we dus uiteindelijk als laatste slotconclusie genomen. Ja. Alleen jij rijdt dan weer een beetje haars, dus naar dat ene tankstation toe. Ja, ik wilde, ja. Ik dacht ik wil even wat eten, een kopje koffie drinken en dan gelijk jou oppikken. Ja. Ja, jij was losgereden. Ja. Dus ik reed daarna weer door naar de Mac. En we hebben nog even wat gegeten mensen. En Jarno gepikt. Ja, heerlijk ontbijtje hoor. Lekker Mac breakfastje. Wat hadden we allemaal? Ik had zo'n ding met zo'n... Ei. Ja, jij had dubbel ei en ik Dieven had... Dieven zout. Ja, ik had met een sausage met ei. Was en lekker. En een McMuffin. Of het was muffin toch? Brownie wel. Of een brownie, dat was heerlijk ja. Mensen. Dat was echt... Dat is een ja? Goeie. Ja, heerlijk. Ja, dat was een goeie. Dat was het beste wat ik daar gegeten heb. Okay. Koffie. Na wat gestrummeld. Mensen, eerst kregen we koffie en thee. Kleine koffie en een grote thee. Nou, we hadden helemaal niet besteld. Toen kreeg ik pas de chocomel voor onze Raymond. En hoe heet het? Koffie. Cappuccino. Nou, ondertussen zetten we lekker door te rijden. Zometeen mag Raymond nog in deze fantastische auto rijden. Ja, en dan gaan we de grens over. Ja, hoe dat... Ja, heb je al verteld waar we naartoe kunnen? Ja, naar Bremen. Oh oké. Okay, ja. Ja. Om de commander aan te pikken. Ja. We gaan hem ophalen, we gaan de contracten gaan we regelen, we gaan alles op de heer Raymond zijn naam zetten. Ja, kunnen ze mensen volgend jaar nieuw in Nederland, dat weet je toch vast. Ja. Oppassen, want binnenkort zaten er allemaal in die video's van die losers. Ja. nieuwe zaak hier in Nederland. Nederland. Ja, de commander. De commander. Dit is toch geen hoop... Dit is ook kwaliteit vlog. Dit is hier de mensen op te wachten. Moet je kijken, hè? Ja, dit is toch fantastisch, mensen. We gaan snelheid in laten zien, want ik rijd nog achteraf een toeter. Osnabrück staat al op de borden. Osnabrück.
Ja, ik heb wel een andere broek aan. Doe maar uit. Ja, dit gaat de verkeerde kant op. Nou, met een kut heenreis zijn we aangekomen hier in Bremen. Wat een file, mensen, niet te geloven. En we zijn bij het hotel aangekomen. Dat heeft Raymond goed geregeld, mensen, want die heeft het allemaal geregeld. Dus alle credits aan Raymond. Ik zal het even laten zien hoe het allemaal is. Ik slaap met onze Jarno op de kamer. Zeker. Spektakel, hè? Absoluut. Ja, ja, maar ook de kamer. Het ziet er echt keurig uit. Hè? Keurig en schoon ook. Ja. Alles is keurig schoon, dus dat bevalt. Ja, ja, ja. Als we nog een keer naar Luxemburg gaan of zo, moet Raymond dat ook allemaal maar regelen, want het is echt fantastisch. Ik zat altijd zien, mensen. Nou, dit is het bed. Nou, het is een bed. Ja. Daar zit een kast. Hier gaan we vanavond de podcast opnemen. Als Raymond dan ook even zijn stoel meeneemt, dan kunnen we dat mooi allemaal opnemen. Dan ga ik wel op het bed zitten of zo, weet ik veel. We zien het wel. Goed plekje, toch? Ja, hartstikke. Ja, ja. We hadden gevraagd om uitzicht op de kermis. Dat is dan niet helemaal gelukt. Kijk hier, dat vind Vincent interessant. En Marijn, die kijken graag naar treintjes. Nou, dat kan je hier allemaal doen. Dan zat daar een hele mooie sfeervolle lamp. Ik snap niet zo goed waarom of deze hier staat, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, bouwtechnisch moeten we maar niet te veel zeiken. Dit is ook interessant, mensen. Dat is, hierachter is de badkamer. Dit is een glas. Ja, dat is gewoon een raam. Maar toch kan je niks zien. Dus als nou een keer een vrouwenstad te dingen, hoe heet het? Te douchen, dan kan je niet zien. Toch een tv op de kamer. Toch een tv. LG, ja. Mensen. Deze video wordt gesponsord door LG. Met een mooie spiegel eromheen. Ik vraag me nou af. Zou hier nou nog licht in zitten of zo eromheen? Dat zou wel sfeervol wezen. Druk eens op dat lichtknopje daar. Nee. 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 Dat had ik niet zo niet kan wezen. Hier hebben we dan nog een spiegel. Ze zijn fan van spiegels hier. Ja, kleerhangers. Kijk, mensen, ik kan me zien staan, zo fantastisch. Dan gaan we even naar binnen naar de badkamer. Daar zien we de wc. Die heeft net Jarno helemaal ondergepist. Gadverdamme. En weer een spiegel. Het is niet te geloven. Handdoekje leggen, niemand zeggen. En dan hebben we hier de wasbak. De kacheltje er allemaal onder. De föhn. Dat is ook heel belangrijk. Wacht even. Daar gaat hij. Dat gaat hij niet. Oh, dat is. Oh, die klopt inderdaad een beetje, ja. Geweldig. Heerlijk. Ja, dat is fantastisch. Dat is. Dat hebben we morgen allemaal nodig, natuurlijk. Nou, dan hebben we stopcontactje, weerspiegeltje. Ja. Nou, dat is dus hetzelfde raampje als wat ik net zei. Nou, daar kan je dus niks. Van een vier kan je wel een beetje kijken, maar van dat andere kan niet. En een douche. Dit is wel een beetje achterhaald, moet ik zeggen. Ik had tegeltjes op de grond, mensen. Ik wil het niet moeilijk doen, maar dat is een beetje achterhaald. Voor de rest ziet het er netjes uit. Zilverrijs voeg je erin, mensen. Ja, ik zeg altijd. Ik zie ze altijd bij die. Ken je dat? Dat programma. Kijken ze om te kopen. Ja. Ja, ik lach me naar de kleren. Dan gaan ze uitleggen. Ja, 30 tegeltjes. Nou, dit zijn 20, 25 tegeltjes. Nee, 15-20, sorry. 15-20. Oh, de bouwvak neemt hetzelfde. Ja, 15-20 tegeltjes en een zilvergrijs voegje erin. Oh, fantastisch. Op de grond cementgrijs. Echt fantastisch. Nou, doen we ook even in deze vlog, mensen. Nou, je gaat nog meer zien. Onder andere hoop ik je nog een stukje te kunnen laten zien. Podcast achter de schermen. Klein stukje maar, hoor, want mensen die willen dat allemaal nadoen straks natuurlijk, dat moeten we allemaal niet hebben. Nee, maar dat is wel een voordeel van een podcast. Je hebt er zoveel voor nodig dat het zoveel geld kost dat ik denk dat niemand dat na gaat doen. Nou, misschien laat je nog een paar stukjes op de kermis zien? Nou, misschien. Weet ik niet, want we gaan sowieso een review maken, dus ik laat je niet te veel op de kermis zien. Ik laat je eigenlijk meer de dingen rondom de gedoetje zien. De leuke momenten. De leuke momenten probeer je te laten zien. Dus blijf lekker kijken naar deze vlog, mensen. Het is interessant, het is sensueel. Als je denkt, waar is Raymond gebleven? Die wilde weer een privékamer. Ja, ik wilde zeggen, die is naar huis, maar dat klopt niet helemaal. Nee, dat gaat ook een beetje moeilijk natuurlijk zonder auto. Mensen, je kan natuurlijk niet naar huis. Goed, zometeen meer. And I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yet the burn makes you feel so alive. And we're living the moment, so you're going to die tonight. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. Here.
let the rhythm move us. Yeah, baby, take it too far. You're at the center of my attention. Yeah, you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep out the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. Yeehaw! Oh! Oh!
die setjes schrap? Inmiddels mensen zijn we echt al een tijd verder. Ik heb net een review gemaakt en zo. En we hebben Happy Traveler gedaan. Ja. Goeie breedte. Absoluut. Allemaal gezien in zijn review van mijn reportage. Ja. Breedte is breedte. Ook een leuke rit. Ook een leuke rit. Maar Happy Traveler is van mij betreft beter. Ja, omdat Dreger gewoon sneller gaat, ja, heb ik daar wat meer mee. Maar ja, ik kan eigenlijk niet kiezen. Nou, toen hebben we nog Goede Jumper gedaan. Ja, ook nog. Goede Showen. Zeker. Magic House. Ja, Magic House. Ja. Luister daarvoor. Op de podcast, op mijn reportage. Ja. Ja. En wat hebben we meer gedaan? Nou, heel veel gegeten. Heel veel gegeten, ja. Daar kan je Kems E-testen voor kijken of bij hem in de video. Ja, ja, ja. Klopt. En nu net mensen, met Rainbow. De commenten. We hebben net de commenten gedaan. Wat zeg je? We hebben net de commenten gedaan. Ja, dat klopt. Ja, geweldig mensen. Ja, dat was top. Ik heb 2 keer shaven gedaan in mijn leven. En 1 keer comment. Dat was een knaller. Ja. Maar nu deze rit, mandje fietsen. Flink door, over de kop. Ja, komt achter elkaar of zo. Ja, maar dat elke keer, hè? Ja, ja, ja. En spinnen zelf. Ja, ja. Ja, top team. Ja, dat was leuk. Ja, dat is gewoon top. Ja, ik snap de liefde wel van Rachel. Ja, ik snap het wel. En jij vindt het top, hè? Ja, ik vind het top, ja. Gewoon typen en uitstraling, ja. Ritten, ja. Ja. Shows. Ja. Oh, mooi. Ja, en dat dak, hè? Dat dak. Ja, vooral dat dak. Dat vind ik echt gaaf. De eerste keer dat ik deze... commander tegenkwam was in Uden. Wat? In Uden was dat. Ja, ja, ja. Ja, en ik was meteen verkocht, man. Gewoon die uitstraling. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja. Dan zie je wat tussen de Nederlandse zaak staan en denk je, wat een reusachtig ding. Ja, ja, ja. En sinds die heb ik ook gelijk een fascinatie van Duitsland gekregen. Ja, bij mij is dat ook wel begonnen in Tilburg en dan de Duitse zaken. Maar ook bijvoorbeeld deze Oostkamp. Mooi is dat, ja, echt mooi. Goed, we gaan proberen vanavond nog een klein beetje te vloggen hier op de kermis. Ja. Ik probeer het, want het komt er elke keer niet van. Wat en meer? Hè? Wat en meer nu? Hè? Wat en meer nu? Ja! Hebben we nog wat te doen te voegen? Dat probeer ik met regen. Schuilen. Ja, en we genieten. Ik ben daarom vergeten te volgen. Altijd, we genieten altijd. Ik loop weer gewoon met een stijf over de kermis. Nou, mensen. We hebben nog. We hebben nog even de take-off gedaan. Ja, Fancy. Ja, Fancy. We hebben een take-off gedaan. Ja, ja. We hebben ook de take-off gedaan, denk ik. Oké, ik hou van mijn bus. Die hebben er zin in, mensen. Ja. YouTube. Ja. YouTube, ja, mensen allemaal YouTube. Nou, ja, dat is... Die kavia zitten. Nou, vertel even, wat vond je nou van die take-off? Ja, we hebben een take-off gedaan. Ik het? Van Rupert. En ja, die was vroeger heel goed. Ja, en ik, het was mijn eerste take-off, maar ik vond het nou niet heel spannend, zou ik maar zeggen. Nee. Ja, nou ja, het is wel een hele mooie, unieke zaak. Ja. Ja. Dus ik vind hem wel vet, maar de rit is... Ja, iets minder. Je merkte wel wat die machine kan, hè? Als hij vol gas draaide, dan merk je wel echt dat het echt lekker is. Ja, en dat deed hij in 1 ronde. Twee. Twee. Ja, twee, 1,5, laten we het zo zeggen. Anderhalf. Ja. Oh yeah. Vroeger was hij echt beter als die van Smit, bijvoorbeeld in België. Ja. Maar tegenwoordig is Smit wel echt beter als Rupert. Want Rupert is wel echt naar achter en beneden gegaan, moet ik zeggen. Echt jammer. Ja. Ja, ik vond het ook Hoi. Nou, kijk mensen, dat wil we natuurlijk niet missen. Was je nice, hè? Ja, Sky Radio. Ja. Dat was vroeger de slogan. Sorry, ja. Mensen. Even, ja. Have a nice day, mensen. Ja, hey. Nou, bedankt voor kijken. We gaan, nog niet. We gaan gauw de podcast opnemen, mensen. Ja, we gaan, tot het zo. Het is 12 uur, de camp sluit, dus we gaan lekker op naar het hotelletje. Zo is dat. Okay. Oh, je wil ook op tv.
Dat is verkeerd. Ja, die zit te kijken of ze er doorheen kan kijken. Nou, Jando. Zitten we dan? Zitten met z'n tweeën. Ja, verschrikkelijk. Nou, verschrikkelijk. Het was leuk. Ja, nee, dat was leuk, maar ik bedoel verschrikkelijk dat we met z'n tweeën zitten. Dat is jammer, ja. Want Raymond is weer vandoor gegaan. Ik had er heel erg op naar uitgekeken dat we met z'n drieën een podcast konden opnemen. Want ik was heel erg benieuwd hoe dit trio zou worden. Het klinkt heel verkeerd. Klinkt heel verkeerd, maar dat bedoelen we niet zo. Nee. We hebben net een podcast genomen van anderhalf uur, een uurtje. Een uur en twee minuten. Ja. Ja, ja. Inderdaad. Over, over Bremen en over funhouses en walkthroughs en loopzaken, loopspookhuizen, waterhuizen, weet ik het allemaal niet. Alles waar je doorheen loopt. Ja, dat kunnen mensen vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, noem het allemaal op. Ja, zeker. En zoals je ziet, dit is dan onze setup, hè. Zo zitten wij erbij. Ja. Kijk, ik zit hier aan het bureautje zo. Hallo, hallo. Ja, ik heb hier een microfoontje en ik heb hier wat knopjes. En dat ik kan alles een beetje regelen. Dus dan gaat een koptelefoontje in. Dus een koptelefoontje op mijn hoofd. Ja, kunnen we elkaar goed horen. Ja. En daarmee wordt het dus opgenomen. Daarmee wordt het opgenomen. En dan hebben we daar nog twee microfoons. Ja, die zouden voor Raymond wezen en deze voor Jarno. Ja, nu is het alleen. Zoals je ziet, die is leeg. Ja. En waarom praat ik eigenlijk nu in deze microfoon? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Want hij staat niet op te nemen natuurlijk. Nee. Nou ja, zo doen we dat dus een beetje. Ja, goed. Het is een beetje provisorisch, maar... Maar provisorisch? Het is verdomme... Nee, niet qua apparatuur, maar de opstelling. Ja, opstelling is beter. Ja, normaal zit je natuurlijk gewoon aan een normale tafel met z'n allen. En dan kunnen we vier microfoons kwijt. Hooguit. En ja, dit is onze mobiele studio, zo moet je eigenlijk zien. Ja, eigenlijk wel, ja. En ik vind het onwijs leuk om te doen. Ja, dat is het ook. Wij hebben ons kostelijk vermaakt. Nou ja, dat is wel te zien in de lengte van dat ding. Anders kom je niet op het uur. Dat zeggen ze tegen mij ook wel eens. Dat is wel te zien aan de lengte van dat ding. Slechte, flauwe grap. Ja, dat moeten we niet meer doen, mensen. Nee, goed, we gaan nu nog even... Tenminste, ik dacht, ik zet nog even de televisie aan. Dan probeer ik een beetje in slaap te komen. Zo, ja, dan gaan we toch maar proberen te slapen. Het is wel handig. Eerst wat drinken, want ik heb daar een droge strot. Ik ook. Na een uurtje praten, dan is dat wel logisch. Dat klopt. En spullen opruimen. Ook dat, ja. Mensen, tot morgen. Want morgen gaan we weer inpakken naar huis. Ja, eerst nog even lekker ontbijten. Oh ja, dat is ook belangrijk. Heerlijk. En dan gaan we de wereldreis weer... weer maken. Terugmaken, ja. Hopelijk zonder 200 meter wegwerkzaamheden. Ja. Ja. Waarbij je anderhalf uur vast staat. Verschrikkelijk was dat. Nou, tot later. Ja. Nou, daar staat die al, mensen. Oh, ik sta hier. Druk even op oké, mensen. Kijk eens. Oké. Dat is Kit, hè? Ja, Sun Kit. Vind je dat een stukje spektakel? Kijk eens. Ja, dan wordt het plat gedrukt. Oh, kijk, daar komt de volgende. Ja, dit is met haar sensatie. Dan wordt die opgewarmd. Kijk eens, dan krijgt het vorm. Ja, je ziet het ook bakken, hè? Ja. En dan? Raymond is al 16 keer geweest. en dan? Ja. Daar komt hij, hoor. Dan wordt hij uitgescheten. Hoppa! Schitterend! Ja, maar dat komt ook hoor, dat komt joh. Ja. Wat een apparaat, hè. Ja, maar dit is een staaltje techniek, hè? Ja, het is techniek, mensen. Kijk eens. Nou, ik kan jou eten. Heerlijk. Ondertussen, mensen, dag 2. We hebben heerlijk geslapen. We hebben heerlijk ontbeet ook. Ook ja. Daar heb je net wat beelden van gezien, als het goed is. Oh ja, van de pannenkoeken. Ja. Dus dat de pannenkoeken maken, zeg. Niet normaal. Lekker, man.
Oh. Machine, hè? Ja, ja. Ja, zo'n machine. Beetje geslapen, Raymond? Ja, heerlijk. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Lekker douchen genomen, mensen. We zijn wakker. We lopen nu door het station. Ja, met allemaal winkeltjes en zo. Ja. Maar ook, ook een kroeg. Ja, ja, die gewoon ook open was waar de mensen van gisteravond nog komen stonden. Ja, daar stonden ze vandaag om, het is nu 11 uur, staan ze nog de bierpullen naar binnen te werken. Ja, of ze staan er nog, of ze staan er al. In beide gevallen is het niet goed. Het is bizar hier, mensen. Gisteren bezopen mensen op de kermis. Enfin, je hebt het gezien in de vlog. Want ja, er zijn er een paar in de vlog gekomen ook. Ja. Het is echt bizar hier. Wel, wat er hier gezopen wordt, is echt bizar. Waar lopen we nu naartoe? Nou, ten eerste is dit best een mooie hal, zoals Raymond zei. Oh ja, een mooie hal. Met allemaal bogen en stukje staal aan de bovenkant. Stuk staal. Ja, dat ziet er goed uit, mensen. Ja, ja, dat is gezellig. Goed, tot zover een bouwkundig rapport. Bouwkundig rapport. Ja. Waar lopen we nu naartoe eigenlijk, Jan? We lopen nu naar de, hoe heet dat plein ook weer? De Kleine Vrijmarkt. Ja, ja, dat is wat er nu is. Maar dat is, hoe heet dat? Geen idee. Oh, dat weet ik. Volgens mij Ammarkt heette dat plein. Altmarkt. Nee, Ammarkt. De Ammarkt. Oké. Okay. Nou, er staat dus nog her en daar in de stad wat kleine stukjes kermis. Ja. Heb ik me laten vertellen. En daar gaan we... Okay. Nou, ik denk dat we er nu gelijk zo tegenaan lopen. Nee, dit is nog wat anders. Dit is wat anders, zie ik. België. Kijk nou. België? Dat is België. Een telescooptent, toch? Is dat zo? Ja, waar zie je dat verdomme nou? Hier. Waar hier? Die Magic Crystal. Oh, die Magic Crystal, ja. Dat is... Is dat Bels? Ja, inderdaad, ja. Van Gorp. Nou, Robben en Kjell, die zitten al vooraan de beeldscherm. Het ziet er goed uit, mensen. Dat is een... Buitenkant station. Oh, dat ziet er goed uit. Ziet er zeer goed uit. Ja, 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 dat is een mooi gebouw, mensen. Wat, dat komt door de duiven. Oh ja, duiven. Ja, daar wil ze geen duivenstront hebben. Die duiven gaan allemaal op die randjes zitten, mensen. Dus dat willen ze allemaal niet. Dat is toch interessante informatie, mensen. Krijg je alleen maar hier. Nou mensen, we zijn bij de Kleine Vrijmarkt aangekomen, tenminste bijna. We gaan eerst even lekker naar de kerk. Halleluja mensen. En dan zien we, daar gaan we verdikken me. Daar ergens zien we al een reuzenrad. Nou, daar ben ik bang voor een reuzenrad. En ja, we zullen eens even kijken wat er allemaal staat. We zijn overigens... Dat ineens daar. Net zijn wij al twee eetkramen tegengekomen. Die waren allebei dicht. Nee, die dacht, ja, de PTK komt, we willen niet getest worden. Dus, maar het was opvallend, want ze hadden wel gewoon een nummer van die alle attracties op de vrijmarkt zelf ook hebben. Nou, en het leuke was, want niemand reageerde op die grap, er was er eentje bij die had het nummer K3. Ja, maar dat was ook helemaal niet leuk. Nou, iedereen zit nou te lachen. Ja, iedereen denkt, nou verdikke me K3 in Bremen, dat moet ik ook hebben. Dat is natuurlijk gewoon zo. Ja, goed. Hij vindt het allemaal goed. Dat is gewoon heel de verkeerde kant. Stikt hij van de zwervers. Verschrikkelijk, mensen. Goed, we gaan even wat laten zien. Hebben wij allemaal kraampjes en lekker eten en zo wat. Verdikken. Ja, dat kunnen ze hier in Duitsland goed, jongen. Eten, hamburgers en god, vind ik allemaal lekker. Mooi gebouw hier ook, mensen. Ja, het komt in beeld misschien weer niet zo goed over als in het echt, maar het ziet er allemaal fantastico uit. Hier beginnen we ook met allemaal eettenten en daar... God, er staat bier alweer klaar hoor. Hier kan je lekker vis nemen en dan draaien we door naar het reuzenrad. Mooi ja, die nostalgie. Ziet er goed uit. Draaien we terug naar het midden en daar staat een hele mooie draaimolen mensen. 2 etage hoog. Zeer mooi nostalgisch ziet het eruit. Ik heb me laten vertellen dat de kermis dit jaar 800 jaar in de stad staat, Bremen. En dat de kermis hier begonnen is op dit plein. En daarom hoort dit nog steeds tot de kermis, maar dan het nostalgische gedeelte. Daar staat die mensen. Met een mooie omgeving ook mensen rond deze kermis, met mooie gebouwen en zo. Hoort bij de nostalgische look. Daar het plein waar we vandaan komen, hebben we hier nog wat kramen. Hier weer een prachtige kathedraal gewoon mensen. En daar een kindermolen, een babysport. We zien hier een stukje mooie kerktoren en dan draaien we door naar het babysport wat op dit moment aan het draaien is en wat de kinderen aan het vermaken is hier in Bremen. De
Dit zijn twee minpunten, mensen, want ik was bij de review een outro vergeten op te nemen. Bij de vlog ben ik het ook vergeten. En desalniettemin was het echt een geweldig weekend in Bremen. En daar wil ik natuurlijk wat mensen voor bedanken. Ten eerste Raymond voor het goede organiseren van het uitje. En ten tweede Jarno voor de gezelligheid. En noem alles maar op. Ja, het was echt, het was mooi, mensen. Leuk om even in het centrum te lopen van Bremen. Maar vooral die kermis waar we natuurlijk voor kwamen. We hadden een goed hotel met een goed ontbijt erbij. Ja, mensen, het kon niet slechter als dit. Het kon niet beter als dit. Sorry, Bert. Nee, het kon niet beter als dit. Bedankt voor kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vond om een kijkje te zien. Ik denk dat, dat de vlog beter is geworden als Luxemburg. Daar ging het wat minder. Maar goed, daar kunnen we misschien in de toekomst nog wel eens een keer wat leuks, nog wat nieuws opnemen. Weet dat we nog steeds niet in winterslaap gaan. Mocht je de podcast willen volgen, dan kan natuurlijk via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, noem al die podcastplatforms maar op. Dan kan je de podcast, de enige kermispodcast ter wereld, kan je volgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video, mensen. Die komt spoedig aan.